Leuk dat je weer kijkt naar Parenpraat TV. Het is weer maandag, dus tijd voor een leuke maandagvideo. En vandaag ga ik jullie vertellen wat je allemaal nodig hebt voor je eigen paard of pony. Want het is natuurlijk ieders droom om zijn eigen paard te hebben. Dus wil je weten wat je allemaal nodig hebt? Kijk dan zeker verder. Nummer 1. Een paard of een pony, dat kan natuurlijk ook. Een paard of een pony is best wel duur om aan te schaffen, afhankelijk van wat je ermee wilt doen. Wil je hem alleen maar verzorgen of wil je ermee in de sport? Want dat kan natuurlijk ook. Zorg ervoor dat als je een paard gaat kopen, dat je dan iemand bij je hebt die heel veel verstand heeft van paarden en van paarden kopen. Ook al rij je al 10 jaar op de manege, neem altijd iemand mee die professioneel is en die weet wat hij doet wanneer je een paard gaat kopen. Zodat je nooit een paard koopt wat niet bij jou past. Nummer 2. Als je dan een paard of een pony hebt gevonden die je heel graag zou willen kopen, laat hem dan zeker keuren bij de dierenarts. De dierenarts die doet dan een aantal testen en maakt eventueel ook foto's van het paard, zodat je zeker weet dat hij geen ziektes heeft en geen gebrek en dat hij helemaal gezond is. Nummer 3. Een stal. Want je paard heeft natuurlijk gewoon een huis nodig om in te wonen. Je kunt kiezen om je paard bij huis te zetten of je kunt kiezen voor een pensionstal. Dat is vaak wel het makkelijkst, want er is al heel veel voor je geregeld. Maar waar moet een goede stal daaraan voldoen? Een ruime stal voor je paard. Een bak om in te rijden, dat kan een binnenbak of een buitenbak zijn. Weilanden of paddocks, want je paard moet natuurlijk naar buiten kunnen. En je paard heeft voer nodig. Een paard heeft krachtvoer nodig en hooi. En op een pensionstal is dat al voor je geregeld, maar als je je paard graag thuis wil zetten, dan moet je zelf voer kopen. Nummer 4. Spullen voor je paard. Je paard heeft namelijk allerlei spullen nodig, waaronder tuig, een zadel, een hoofdstel en een dekje. Beenbeschermers, voor als je gaat rijden of buiten zetten. Dekens, een goede basiscollectie zou zijn een ongevoerde regendeken, een zweetdeken en een winterdeken. Een dierenarts, voor de jaarlijkse inentingen en voor als je een keer ziek wordt. De hoefsmid, want elke 6 tot 10 weken moet de hoefsmid komen om zijn hoeven te verzorgen en om eventueel de ijzers te vervangen. En wormkuren. Ongeveer 4 keer per jaar moet je je paard ontwormen. En als laatste, nummer 5, spullen voor jezelf. Je hebt zelf namelijk ook het een en ander nodig als je een eigen paard gaat nemen. Rijkleding, waarschijnlijk heb je dat al, maar als je een eigen paard hebt is het fijn om een aantal extra setjes te hebben, want je moet er natuurlijk elke dag naartoe. Een trailer en een zware auto om die trailer te kunnen trekken, want als je op wedstrijd wil of je gaat vaak ergens heen, dan is het makkelijk om een eigen trailer te hebben. Ga je nou bijna nooit weg, dan kun je ook een trailer huren. Heel veel tijd. Jongens, alsjeblieft, een eigen paard kost ontzettend veel tijd. Als je hem op een pensionstal zet, dan kunnen ze hem vaak voeren. En soms dan kunnen ze ook zijn stal uitmesten en hem elke dag buiten zetten. Maar het meeste moet je allemaal zelf doen. Dus je moet hem elke dag borstelen, zijn stal uitmesten. Hij moet elke dag beweging hebben. Je moet hem verzorgen. Je moet zorgen voor de hoefsmid en de dierenarts en de wormenkuren. Dus het kost echt ontzettend veel tijd. Maar als je dat ervoor over hebt, je moet een beetje een opoffering doen. Maar als je dat ervoor over hebt, dan heb je echt je beste vriend voor het leven. Want een eigen paard is echt het meest geweldig wat er is. Goed, nu weet je dus wat je allemaal minimaal nodig hebt voor je eigen paard. Als je het allemaal nog een keertje rustig wilt teruglezen, dan zal ik onder de video nog een keer zetten wat ik net allemaal heb opgenoemd. En als jij nou leuke ideeën hebt voor een video, laat ze dan zeker achter onder in de comments. Want ik kijk er echt naar en ik waardeer het ontzettend dat jullie zoveel leuke ideeën hebben. Bedankt voor het kijken en ik zie jullie woensdag weer. Doei!